De gewezen rechter en hofpresident John von Nieuwsewand is vanmiddag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Von Nieuwsewand overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. De rouwdienst vond plaats in de Centrumkerk. Tijdens de rouwdienst hebben verschillende personen afscheid genomen van de gewezen rechter en hofpresident. Zo ook president Chandrika Prasad Santokhi. John von Nieuwsewand was de rechter die beschikte over een geheugen van een megacomputer, wilde advocaat Hugo Essert met onze nieuwsdienst mee na het overleden van de rechter. Von Nieuwsewand heeft jaren gefungeerd als hofpresident. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar keerde hij terug bij de rechterlijke macht. Hij heeft enkele jaren gefunctioneerd als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie en was ook docent op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Von Nieuwsewand is met staatseer begraven en de uitvaart vond in besloten familiekring plaats.